Ja, ik vind het wel spannend. Ja. Je ziet ook hoeveel mensen hierop afkomen. En ja, je bent gewoon heel benieuwd wat het gaat worden. En je hoopt gewoon dat ze boven verwachting, want laten we eerlijk zijn, heel veel mensen die denken dat Amerika toch wel echt, ja, dat Nederland eigenlijk de underdog is. Dus je hoopt gewoon dat ze boven verwachting gaan doen en dat, ja, op een wondertje eigenlijk. Dat gewoon... En op een wondertje van Jackie misschien, hè? Ja, dat zou helemaal mooi zijn, ja. Jullie zijn fan of niet van Jackie? Heel erg. En waarom dan? Wat kan ze zo goed? Ze kan heel snel dribbelen met de bal. En dat wil ik ook. En wil je dat ook, ja? Is Jackie ook een voorbeeld voor jou? Ja. Kijk je er een beetje naar op? Ja. En ben je dan ook trots op Jackie eigenlijk? Ja, ik ben heel trots. Ze is hier gewoon heel bekend en bij VV Riel komt ze ook naar vaak bij de club. Vorig jaar een nieuw pannenveldje gemaakt en dat heeft ze geopend ook. Is ook naar haar vernoemd en 2 jaar geleden met de EK hebben we hier een heel groot feest gehad. Tijdens de kermis hebben we ook de huldiging van Jackie gedaan. Dus we hopen de komende kermis eigenlijk dat we een nieuwe huldiging kunnen gaan doen hier. Hoe gaat het worden? Nou, ik hoop stiekem toch wel dat we met 1-0 winnen. 2-1 van Nederland natuurlijk. Ik denk 2-1 van Nederland.